In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Abonneer je op ons kanaal en laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Johan. Hij heeft homogenezing ondergaan. Bijbelbelt of Randstad? Bijbelbelt. Bidden of vloeken in de kerk? Bidden in de kerk. Like a virgin of like a prayer? Like a virgin. Gay Pride of Kerstmis? Gay Pride. Gay of christen? Gay. Wanneer kwam je erachter dat je op jongens valt? Was ik al jong nog. Zes, zeven. Zo jong? Ja. Toen droomde ik al over een tweeling uit groep 8. Was jij toen gelovig? Ja, ik ben heel gelovig opgegroeid. Ik kom uit toen was dat een hervormd nest. En Griffemeerde Bond, zware tak binnen de protestantse kerk. En ja, in die periode was gay zijn of homoseksualiteit, dat werd niet besproken. Het gros van de christelijke groepgemeente, die heeft daar gewoon een heel sterk oordeel over. Dus ik kon me ook niet voorstellen dat er een soort positieve reactie zou kunnen komen. Dat heeft mij wel heel erg gevormd in hoe ik uiteindelijk ben omgegaan met mijn geaardheid. Is er op een gegeven moment een moment geweest dat je echt uit de kast kwam? Ja, toen heb ik mijn ouders in vertrouwen genomen. Maar over het algemeen reageerden mijn ouders best wel positief. Hadden het ook wel een soort van verwacht. Alleen, mijn ouders hebben wel de opvatting, je mag zijn wie je bent, maar het praktiseren, zoals ze dat dan mooi zeggen in de kerk, dat kan niet. Dus ik kan niet daten, geen vriendjes krijgen, geen seks hebben, dat soort dingen. Ja. Dat is dan echt zondig en slecht. Hoe ontstond het idee om homogenezing te proberen? Kijk, zelf had ik niet zozeer een issue met mijn geaardheid. Maar ik wist ook dat als ik bijvoorbeeld dus een relatie zou aangaan of zou gaan daten, ik wist als ik dat zou doen, dan zou ik heel veel mensen mijn omgeving kwijtraken, verliezen. En daar was ik heel bang voor, dat wilde ik niet. Dus je gaat toch onbewust op zoek naar manieren hoe je daar misschien toch vanaf kan komen van dat gevoel. Ja, en ik dacht dat antwoord te kunnen vinden in homogenezing. En hoe ging dan een beetje zo die eerste stap richting die homogenezing? Ik had heel veel geprobeerd al door eigen gebeden en zo bezweringen dat mijn homoseksualiteit weg zou gaan. Want het is eigenlijk alsof er twee mensen in je zitten. Zeg maar, de een is de voorbeeldige christelijke Johan, zeg maar. En je hebt natuurlijk de Johan die je eigenlijk onderdrukt. Maar wel de Johan die gay is. Dus mm-hmm. Het is een continu conflict en een tweestrijd die je voelt en die je ook voert met jezelf, die tweestrijd. En hoe ging dat toen verder? Omdat het mezelf niet lukte, dacht ik van ja, weet je, misschien moet ik juist wel me uitstrekken naar het wonder, omdat God ook door andere mensen werkt, dat geloof ik toen. En zodoende kwam ik ook via een stage in aanraking met mensen die voor een stichting werkten, evangelisatiestichting. En zij boden dat aan. Ja, en ik ging daarin mee. Ik deed dat gewoon. Ik had ook geen opties meer hè, voor mezelf. Want ik kon het niet zijn. Zou ik iedereen kwijtraken? Dus ja, wat doe je dan? Ja, je grijpt aan wat voor handen ligt. Hoe ging jouw homogenezing? Dat was gewoon bij mensen thuis. En de mensen die dus bij die... Het waren twee jonge dames die bij de evangelisatiestichting betrokken waren, waar ik het net over had. Die waren daarbij. En we zijn met z'n drieën naar de slaapkamer gegaan. Dus ja, wij gingen naar die slaapkamer. Wist je wat er ging gebeuren? Nou, ik wist wel dat er zeg maar een soort onreine geest uit mij verdreven zou worden. Echt een soort duivel zou zijn? Ja, een soort duivel, ja. Oeh. Ja. Dus ja, wat ga je dan doen op zo'n avond? Ja, je gaat bidden. Dus we zaten op de grond met z'n drieën, op onze knieën. Nou, en dan... Vraag je of God erbij wil komen. Dus je gaat bidden. Nou, dan komt het moment, hè. Het moment dat het echt gaat gebeuren. Dus dan, in dat moment werd de onreine geest, dus de homoseksuele geest, in mij, werd er uitgedreven. En werd geboden om weg te gaan uit mijn leven. En ze baden daarnaast om het aanwakkeren van heteroseksuele gevoelens. Mm-hmm. Ja, en dat was een sensationeel moment. Dat was echt wel... Ik voelde wel mijn hele lijf warm worden en zo. Mijn zintuigen werden allemaal geprikkeld. En het voelde ook wel een beetje alsof er een last van mijn schouders afviel. Dat ik dacht,
wow, dit kan dus echt. En hoe lang duurde dat dan? Nou, eigenlijk heel kort. Misschien een half uurtje of zo, maximaal. Oh. Ja, ja, het is heel kort. Zo, ja. Ja. Dat is een goede deal voor een half uur. Ja. Geloofde je, denk je toen, 100% dat je ook niet meer gay was? Ja. Op dat moment geloofde ik dat heel sterk, ja. Dus ik heb eigenlijk iedereen in mijn omgeving een soort van geïnformeerd van wat er is gebeurd in mijn leven. Maar goed, daar zit tegelijkertijd natuurlijk ook een soort dilemma in. Want daarmee legde ik mezelf natuurlijk een gigantische druk op. Want nu zagen mij mensen niet meer als Johan homo, maar Johan is de genezen homo. Ik moest dan ook wel weer aan een bepaald verwachtingspatroon voldoen. Ja. Dus dat was best wel pittig, ja. Hoe reageerde dan de gemeenschap op jou? Als de nieuwe jij, zeg maar. Gewoon helemaal van, hey makker, wat fijn. In alle eerlijkheid, ik heb heel weinig kritische vragen gehad in die tijd van mensen. En ik denk ook dat komt omdat mensen niet goed wisten hoe daarmee om te gaan. Ja. En die wisten misschien ook niet van, nou kan dat dan überhaupt wel? Kunnen homo's dan wel genezen worden? En nou ja, dat het dan bij mij was gebeurd, ja, dat was dan wel heel bijzonder en zo, weet je wel. Maar dan nog had ik me te houden aan de Bijbelse richtlijnen. Mm-hmm. Dus ik deed dat dan gewoon, weet je. Ik ging daar gewoon heel ver in. Ik heb mezelf dat ook gewoon opgelegd. Maar vond je het ook niet fijn dat er geen kritische vragen werden gesteld ook? Ja, het was ergens natuurlijk ook heel comfortabel. Dus ik kon mezelf ook heel erg als een soort rolmodel presenteren. En waardoor ik dus ook tegen andere homo's kon zeggen, christelijke homo's, van joh, God heeft dit in mijn leven gedaan. Dat kan hij misschien ook wel bij jou doen. Dat heb je ook gedaan? Ja, dat heb ik ook echt gedaan. Oh, hoe kijk je daar dan op terug? Ja, dat is sorry vreselijk. Dat ik het zeg. Ja, ja, ik schaam me kapot voor dat soort dingen. En wanneer kwam op een gegeven moment wel dat besef dat je dacht, oké, ik zit dus nu weer in de kast? Ik kon natuurlijk heel erg vluchten in al die christelijke dingen, zeg maar, activiteiten die ik deed. Maar als ik alleen was, dan voelde ik natuurlijk wel heel sterk van, ik ben nog steeds eigenlijk de gay waarvan ik dacht dat hij niet meer bestond of weggebeden was. Hij zat er nog steeds. En liet je die er niet zijn of liet je die er als je alleen was wel zijn? Nou, ik voelde hem wel, maar ik mocht hem eigenlijk niet voelen. Ja, het was dus ook niet zo dat je dan soms dacht van, I'm gonna treat myself. Ik ga gewoon even op een lekker homo-fantasietje mezelf even aftrekken of zo. Dat je dacht van, ik moet even ontladen. Ik heb misschien tot mijn 23e nooit aan zelfbevrediging gedaan. Dat was gewoon, ik had mijn hele seksualiteit was onderdrukt. Dus ook dat stukje, dat aspect. Maar je denkt toch dan aan seks? Of je wordt toch wakker met een stijve piemel? Of? Natte droom, dat soort dingen. Maar dat was het enige bij mij. En zo werd het ook geleerd, ook met zelfbevrediging, dat soort dingen. Dat werd dan het verspillen van je zaad genoemd. Dus ja, dat fantasietje was niet bij mij. Ja, in mijn droom misschien, maar goed, dan kan je het niet... Dan kan je het niet sturen. Nee, dan kan je het niet sturen. Dat gebeurt gewoon, het overkomt je. Ja. En daaraan merkte ik dus ook wel van... Johan, je bent nog steeds hartstikke gay. Want ik droom natuurlijk over hartstikke leuke jongens, dat snap jij. Hoe was gewoon voor jou de allereerste keer met een man zijn? En dan bijvoorbeeld seks? Ik heb stiekem al eerst een keer een seks gehad met iemand. Voor mijn coming out, zeg maar, als gay, mijn 23e. Maar ik werd dus gepijpt door een jongen. En ik kwam klaar, maar ik wist niet wat er gebeurde. Dus ik was helemaal een soort van paranoia. Waar ik ben helemaal gek dat ik dacht, wat is dit? Ik was helemaal misselijk en ziek ervan. Maar gewoon omdat je dacht, wat komt er nou uit mijn lijf? Ja, dat kende ik niet en ik wist niet wat er gebeurde met mezelf. Dus ik was echt een soort van, helemaal voor mijn apropos en zo. Dus ik heb dat... En je hebt dat toen nooit als seks gezien, dus? Nee. Ja, ik kende dat niet. Het was voor mij zo nieuw allemaal en zo. Dus ik dacht, ja... En je had gewoon überhaupt nooit, wist je iets van pijpen af? Nee, dat joh. Het überhaupt kon of nee, bestond? Joh. Ja, maar vast wel misschien ergens in mijn gedachten, maar ik was daar totaal niet mee bezig. Ja. Helemaal niet. En die andere jongen nam toen wel wat meer het initiatief. Dus ja, ik ging daar gewoon in mee. Ik heb ervoor dus helemaal geen negatieve ervaring of zo aan overgehouden. Het maar gebeurde dacht, gewoon. Het gebeurde gewoon, wat is dit? Hoe lang duurde die hele heteroseksuele... 7 jaar. Oeh. Ja, dus ik heb wel heel lang mezelf een hoop levensvreugde ontnomen daarmee. Wanneer besloot je toen om weer uit de kast te komen? Daar gaat een soort mechanisme in werking. Dat je denkt van, er moet toch een ander leven zijn. En ik werd verliefd op een jongen. Ja, maar waarom gaf je er ineens aan toe? Omdat ik ergens denk ik toch begon te twijfelen aan het homogenezingsmoment. Dat ik dacht, het kan niet. Dit kan niet, zeg maar,
dat God zegt van, nou, je moet het zus en zo doen. En dat het daarna niet werkt. Dat is onmogelijk. Had je toen zoiets van, ik wil weer dus weer uit de kast komen? Nou, dat nog niet. Dat, daar was ik denk ik nog niet klaar voor op dat moment. Maar ik begon wel mijn gevoelens voor jongens niet meer weg te bidden. En dat gebeurde wel, zeg maar. Dus dat was al een hele grote stap voor mij. En ik durfde ook gewoon naar jongens te kijken zonder dat ik dat veroordeelde. Dus, maar implodeerde jij dan niet helemaal? Ja, joh. Vooral bij de eerste keer verliefdheid. Ja, je weet niet wat je overkomt, joh. Je denkt, wat is dit? Dit is leven, denk je. Op wie werd je verliefd? Ik werd verliefd op iemand van Heijs. Maar we gingen dus afspreken in Rotterdam. En die jongen had alles van mij uit de kast gehaald voor een date. Moet je je voorstellen, dat is eigenlijk mijn eerste ervaring met een jongen. En dan word je zo overdonderd door zoveel aandacht en liefde. En was fantastisch en zo. Dus ja, toen ik die jongen zag, ik wist het meteen. Ik denk, dit is het. Dit is mijn nieuw leven. Dus ja, in die periode is dat allemaal heel snel gegaan. Ik ben binnen een paar weken, denk ik, naar Rotterdam verhuisd. Oh joh. Je dacht gewoon van, we gaan gewoon dit hele leven achter me laten. Ik ga naar hem toe. Ja, want ik voelde ergens wel, dit kan ik in mijn geboortedorp Nieuw-Lekkerland, kan ik dat absoluut niet op deze manier vormgeven. Toen kwam ik eigenlijk voor het eerst, denk ik, echt uit de kast. En ik wist van, nu gaat er iets gebeuren. Mijn leven gaat veranderen. Het gaat 180 graden omdraaien, zeg maar. En dat was heel grappig. Ik ging gewoon op die vloer zitten, zeg maar, van de antikraakwoning. Het is natuurlijk hartstikke oude woning, was dat er muizen liepen om me heen en zo, dat soort dingen. Maar goed. Het heb ik gewoon gezegd, gewoon hardop. Ik zeg, God, ik kan het niet meer. Ik zeg, ik kan mezelf niet meer in de hand houden. Ik zeg, het lukt me niet om als hetero door het leven te gaan. En als u echt vindt dat het op uw manier moet, zeg maar, zoals mij dat dan geleerd is, moet u me maar tegenhouden, maar ik doe het niet meer. Ik stop ermee. In wat stop je er dan mee? In hem geloven? Ik stop ermee, zeg maar, om mezelf voor te doen als hetero. Wat gebeurde er dan? Nou, het klinkt misschien voor gelovige mensen heel bizar dat ik dit zeg, maar het voelde gewoon zelfs alsof God zijn zegen eraan gaf. Nou, dat kon ik me natuurlijk totaal niks bij voorstellen. Want ik denk, dat klopt niet, dat kan niet. Maar toch voelde het zo. Wat voelde je dan? Nou, alsof God zei van, nou, ga maar. Op jouw manier? Ga maar op jouw manier. Ga het leven maar aan. Ga het maar gewoon proberen en ontdekken. Ik denk dat ik eigenlijk mezelf daarmee innerlijk gewoon bevestigd heb. Dat ik eigenlijk tegen mezelf zei, en misschien wel tegen dat kleine kind, hè, Johan in mij, wat denk ik toch onvoldoende is gezien en gehoord vroeger, hè, omdat het zo erg veroordeeld is, dat ik eigenlijk tegen dat kind zei, joh, ga maar leven, ga maar ontdekken. En ja, dat is een gevoel, dat kan niemand je meer afpakken. Wat zijn de reacties die je hebt gekregen? Nou, het gros was niet positief. Nee. Maar dat wist ik, daar had ik wel vergif op in kunnen nemen, denk ik. Daar had ik rekening mee gehouden. Maar toch komt die klap harder binnen dan je denkt. Ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk geweest, hè. Heel veel afwijzing geïncasseerd. Dus in principe waar ik bang voor was, dat is wel gebeurd. Ik denk wel dat ik 90% van alle mensen ben kwijtgeraakt in mijn leven. Dus echt wel heel veel. Maar ja, ik moest ook wel, hè, voor mijn eigen veiligheid. En je ouders dan? Zij hebben er niet van die voorwaarden aan verbonden, zeg maar, zoals die andere mensen dat bijvoorbeeld wel deden. Want later, op een later stadium, heb ik bijvoorbeeld wel gewoon vriendjes meegenomen naar huis, weet je wel, dat soort dingen. Dus ja, dat is toch wel een beetje anders geweest. En ik vind ergens ook, net zo goed als ik ruimte of net zo goed als ik recht heb op een eigen proces, vind ik dat mijn omgeving dat ook heeft. Dus ik snap ook bijvoorbeeld dat mensen, vrienden, maar ook mijn ouders moeten wennen aan het idee. Hey, de genezen Johan is toch homo. En die gaat misschien wel een relatie krijgen. Mm-hmm. Dus ik wil ze daarin ook een soort van ruimte geven van, ga zelf maar ook op onderzoek uit. Ja. Kijk maar wat het met jullie doet, wat jullie daar nou eigenlijk van vinden. Ben je nu nog steeds gelovig? Niet in de God van vroeger, nee. Maar ik heb wel ontdekt, zeg maar, in mijn zoektocht, dat de God waarmee ik ben grootgebracht, dat is wel een heel beperkt en een begrensd persoon.
mm-hmm. of wezen. En zoals ik geloof nu beleef, geloof is gewoon zo ontzettend ruim. Zonder mm-hmm. voorwaarden. Ja, er is zoveel vrij. Mogelijk. Ja. En stel nou, nu ben je een hele tijd verder, kijk je denk ik heel anders ernaar. Stel dat je nu terug in dat lichaam van jou toen zou kunnen. Wat zou je dan tegen jezelf willen zeggen? Dat ik ertoe doe. Dat had ik heel graag willen horen in die tijd. En dat is ook nog steeds iets wat ik mezelf vertel. En dat er altijd veel meer ruimte is dan je misschien nu denkt. En dan wat je hebt geleerd en hoe je het nu altijd hebt gezien of ervaren of gevoeld. En wees vrij. Denk vooral zelf na. In plaats van zeg maar dat je tot je neemt wat je wordt geleerd. Ga zelf op onderzoek uit. Ervaar het leven. Dat is het mooiste wat je kan doen. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar ons hele gesprek? Check dan onze podcast. Vergeet niet te abonneren en like vooral deze video. Nou, dat was hem. Oké. Okay. Hou jij eigenlijk van pure of van melkchocola? Of wit? Wit. Ja? Ja, ik hou ook van wit. Vind ik ook het lekkerst.